16. Alfred Aliga Reinerine. Omdat Alfred pakkende filmpjes van activiteiten in Kloetendom maakt en dat zijn echtgenote Aliga ons met haar mooie foto's raadt. Omdat als jij niet live bij de activiteiten aanwezig kon zijn, je de gemaakte beeldjes later terug kunt kijken en dat. En wil maar raden maken. Ik zal het natuurlijk met elkaar zitten. Best mooi. We beginnen met Jeannette. Die komt in 2001 in de jeugdcommissie. Daar bemoeit ze zich hoofdzakelijk met de bezetting van het winkeltje op het Vloedje. De spreuk van de jeugdprins komt vaak bij haar weg. En de begeleiding van de jeugdprins en adjudant is haar verantwoordelijkheid. Gaan we door naar Wilma. Komt in 2009-2010 in de jeugdcommissie. Zij is verantwoordelijk voor de uitnodigingen binnen de jeugdcommissie, inkoop voor winkeltje, het clubje en de administratie daarvan. Zij houdt zich ook bezig met de kleding voor de jeugdraad. Beide dames zijn verantwoordelijk voor de kleding van de grote raad. Deze wordt in tip-top conditie gehouden. Dat is ook te zien, hè? Met naald en draad wordt elke onrechtmatigheid opgelost. Steken worden op maat gemaakt, emblemen vastgezet en van pak naar pak verplaatst. De raden van elf lopen er ook altijd bij om door een ringetje te halen. Voor beide dames geldt dat ze altijd klaarstaan voor de vele route en voor de raden onmisbaar zijn. Hoe wij dus de jaren van de toekomst.